beginnen met een kerstontbijt. En nu ga ik stapsgewijs de gourmet voor vanavond voorbereiden. En vandaag vieren we kerst met... Iedereen is naar huis, Ser iets eerder en de Denise en Lola net. Goedemorgen, het is eerste kerstdag en we beginnen met een kerstontbijt. Wacht, nou, het valt zo wel mee, maar het is natuurlijk, deze is echt gigantisch. We gaan kijken hoe ver we gaan komen om deze mond te krijgen. Oké, dames en heren, het is kerstijd! Beginnen met de kleintjes. Dit is wel een kleintje. En nu ga ik stapsgewijs de gourmet voor vanavond voorbereiden. Dus elke keer een klein beetje. Want ik kan nog niet te veel tegelijk. Maar daar gaan we vandaag niet te veel over zeuren. Dus ik ga vast een beetje schaaltjes maken. Met alles wat we hebben. En elke keer wat klaarzetten. En nu ga ik even lekker in bad. En vandaag vieren we kerst met Denise en Lola. En daar komt Saraya. Saraya komt zo ook. En ze gaan Party and Go Girls, of zoals zeggen ze, Girls, spelen. En dan kunnen wij heel makkelijk voorbereiden. Ser iets eerder en Denise en Lola net. En we hebben net even de kamer een beetje al opgegaan met z'n allen. Marco is even met ze meegelopen, want anders kon niet alles mee terug. Denise had crème brûlée gemaakt, dus allemaal spullen daarvoor. En nog allemaal andere spullen die mee moesten. Dus ik ben de laatste dingetjes hier aan het opruimen en lampjes aan het uitzetten en dat soort dingetjes. En dan gaan ze ook lekker naar bed. En dan morgen alweer de laatste kerstdag. Het is echt... Af en toe verbaast het me hoe snel dat kan gaan. Dan kijk je er zo naar uit. Mijn dagen zijn ook echt zo snel voorbij. Echt jammer. En ik ga dan wel alle cadeautjes laten zien. Maar ik denk dat ik dat de dag na morgen doe. Overmorgen. Dan hebben we daar lekker de tijd voor. Oh, maar het was zo gezellig. We hebben ook nog heel veel spelletjes gespeeld. Maar soms is het zo gezellig dat ik eigenlijk vergeet om... alles te filmen, omdat je dan zo in het moment bezig bent. Soms denk ik er wel aan, het ligt er ook aan met wie ik ben. Want sommige mensen vinden het fijn om als ik film dan anderen. Dus ja, dat is, het verschilt gewoon per keer. Maar het was gewoon een hele, hele, hele leuke avond. Stampen vol van het eten. Al heb ik nu wel weer honger, maar ja, that's me. En ja, het was leuk. Het is ook laat, echt laat. Ze ging ook laat naar bed. Mijn Lola is natuurlijk ouder, dus het is echt gewoon bijna 1 uur nu.
Dus snel slapen. En dan morgen tijd voor de laatste kerstdag. Dus ik wil de vlog nog wel even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hier om even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!